Soldaten, welkom bij weer een nieuwe video. Deze video lijkt best wel een beetje op de vorige video. En dan kun je zeggen, Stijn, heb je nou zo weinig inspiratie? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Ik heb heel veel inspiratie zelfs. Alleen, het komt een beetje door EA. Want EA heeft een aantal dagen geleden een 88 plus pack uitgebracht. En ja, een guaranteed 88 plus upgrade pack of iets in die richting heet het officieel dan, waarin 5 spelers zitten die alle 5 boven de 88 zijn. Dat was in de vorige video een heel spektakel. Als je de video niet hebt gezien, dan check hem hier in het i'tje en dan kun je hem even bekijken als je dat wilt. Ik moest na gaan denken over de video van dus vandaag en ik ging kijken op FIFA en wat zag ik daar tot mijn grote verbazing? Opnieuw een 88 plus gegarandeerde upgrade pack. En ik dacht van ja, de vorige keer vond jij het leuk, dus waarom niet nog een keer? En never change a winning video. Dus waarom niet nog een keer? We gaan het gewoon weer doen vandaag. Een nieuwe pack. 5 spelers, alle 5, 88. Met vandaag ook een kleine twist eraan. Die ik heb afgeleid van een kijker. Kom ik zo meteen bij. Voor nu zou ik zeggen, like de video, abonneer op mijn kanaal en ram op het belletje. Ik heb hier een blaadje gepakt en ik heb 4 G's. 4 G's opgeschreven. En iedere G staat voor de naam van een speler van een bepaalde rating. G1 is namelijk Guardado. En Guardado is een 81 rating. De prijzen nu, ik heb ze echt nog nooit zo hoog gezien. En waarom dat zo is, dat heeft te maken met de SBC's die ik dadelijk ga laten zien. Maar moet je gewoon heel even kijken, want een Guardado, ik weet even niet precies hoe duur die is. We gaan even steeds hoger. Guardado nu, nou als je geluk hebt, kun je misschien voor 3000 munten kopen. Nou sterker nog, dat gaat helemaal niet lukken, of je moet gaan snipen. Zeg maar, Guardado, hij ligt nu op 4k. 4k, terwijl Guardado, ja, oké, hij is La Liga, maar nou, Mexicaans is qua linkjes niet per se een top 10 land of een top 5 land of wat dan ook. En dus een 81 rated, daar betaal je nou 4000 munten voor. Dat is echt heel veel coins. De tweede G is Gutsen. En Gutsen is een 82 rated. En zeg maar, Gutsen, normaal gesproken is Guardado misschien een K. Gutsen is misschien normaal gesproken 2K. Maar nu is die geen 2K. Met geluk kun je misschien kopen voor 7K. Dat is echt, dat gaat nergens over. 7K voor Mario Gutsen. Wat dus voor duidelijkheid een van de goedkoopste 82's in het algemeen is. Dan G nummer 3 is Gwei. Gwei is dan, ja, je raadt het al, een 83 rated. En even kijken, Idrissa Gwei. Ik weet niet hoe duur hij nu is. Dat zit dan, ja, nou op zich 82, 83. Het verschil dat dus is niet zo erg groot. Maar nog steeds, kijk, 8,6K voor een 83 vind ik nog steeds vrij veel. En dan de 84, dus kan ik even de vierde G pakken. Dat is Gundogan. 12, 13K zoiets. Ook echt heel veel coins. Ja, hij is 13K denk ik. En ja, sniper voor 13K. En waar heeft hij nou mee te maken? Nou, het heeft te maken natuurlijk in de allereerste plaats, Tom en Cavani verkoopt, met de SBC's die zijn uitgekomen. Want de SBC's die bepalen natuurlijk wat mensen in gaan leveren en wat mensen dus nodig hebben en waar de vraag naar is. Deze Vinicius trouwens en die Machis ga ik er niet heel erg veel over hebben. Vinicius lijkt een leuke kaart, kun je halen. Real gaat waarschijnlijk toch wel winnen, dus dat kun je doen. Maar kijk, het heeft te maken met vooral de SBC's en de 88 plus is dus terug. En deze ga ik zo meteen ook even inleveren. Het zijn de enige twee pakketjes die ik ga openen vandaag. De enige twee grote packs. Wat ze nou hebben gedaan bij EA is, ze hebben bij zo'n SBC als deze vragen ze een 81 rating. En zeg maar, ik zou even adviseren, als jij dit ook gaat doen, volg een beetje mijn patroon. Je kunt namelijk het beste gewoon één speler inleveren die echt de rating even omhoog haalt. Zodat de spelers die je er omheen zet gewoon allemaal 79 of zo kunnen zijn. Of 81. Ja, ik heb nog 2 81 en de rest dan 79 om die Olmo heen. Een 81 rating wordt gevraagd en de chemistry is laag. Dus dat betekent dat gewoon eigenlijk iedere 81 heeft in één keer een waarde. Want mensen willen gewoon dit soort pakketjes natuurlijk vrij spelen. Dus dat gaat hier over. En dat gaat ook nog over een paar SBC's die ik zelf niet ga doen. Namelijk over FUT 11 en Bundesliga uitdaging. Ik vind deze twee zelf overpriced. Daar mag je voor jezelf een inschatting van maken of jij dat ook vindt. Maar bij zo'n SBC als deze een 80 rating. Maar vergis jezelf niet, deze kaart die telt als een 55, zeg maar. 55 rated. Dus hier kijk je ongeveer ook weer naar een 81 rating. Bij de Bundesliga uitdaging wordt ook weer een vergelijkbare rating gevraagd. Namelijk ja, 82 weer. Dus zo zie je, dan heb je nu deze twee. Degene die ik net behandelde en dus de 88 plus gegarandeerd. Die ook weer een 82 teamvraag, zeg maar. En dat zijn meerdere SBC's die mensen gewoon graag willen doen en willen voltooien. En die vragen allemaal rond de 82 rating. En daardoor gaan 82's, maar ook 81's. En één keer een heel stuk omhoog. Want zelfs 80's zijn ook echt heel erg duur nu. Dus nou, eigenlijk een beetje het moraal van het verhaal is, wil jij deze SBC's doen? Natuurlijk, je kunt het gewoon doen. We zijn in het is 8 juli als jij de video bekijkt. Het is leuk om packs te openen natuurlijk, maar je moet wel even voor jezelf afvragen van bijvoorbeeld bij zo'n FUT 11 en zo'n Bundesliga uitdaging, is dat het wel waard?
Ja, ik vind zelf bij deze twee van niet. Ja, of jij moet heel veel in je club hebben, dan kun je het doen. Kijk daar even naar, de prijzen liggen nou eenmaal hoog. En ja, let even op met wat je inlevert. En dan begrijp je wel weer ongeveer wat ik bedoel als je zelf gaat kijken dadelijk. Ook trouwens nog even één heel kort dingetje, dat was ik vergeten. En nee, dit is ook niet om op te vullen. Dit is echt even een punt wat ik serieus wil maken. Ik wil namelijk even een compliment geven aan EA voor dit, namelijk het kwaliteitsfilter. Waren mensen die vroegen hoe doe je dit? Letterlijk als je hier staat, kruisje en dan, nou, dan ben je er. Dit vind ik echt zo fijn, want ik heb op stream best wel een aantal keer hier al om gevraagd, EA kijkt mijn streams niet, maar een beetje de suggestie gegeven ook hè, richting de kijkers van waarom zit dit er niet in en zou het er een keer in kunnen komen. Wat je hiermee kunt doen is je kunt gewoon op iedere kaart ja, die in FUT zit, kun je op zoek. Ik ga het nou even niet demonstreren, anders wordt het weer allemaal heel erg lang en zo. Maar je kunt gewoon iedere kaart pakken die je wilt. En nou, bijvoorbeeld het onderscheid in een non-rare gouden en een rare gouden is super, super fijn. Bij bepaalde SBC's die misschien rares vragen. Of juist een SBC waar je liever geen rares bij iemand levert. En als je misschien een non-rare wil zoeken. Dat is heel fijn als jij een Messi hebt die 5 verschillende versies heeft. En stel je wilt per se een shapeshifters halen. Dan kun je gewoon zoeken op shapeshifters Messi. En dan klik je gewoon hierop en dan krijg je gewoon shapeshifters. En dan ga je naar Messi qua naam. En dan kun je precies op die versie zoeken. Heel erg fijn. Goed dat EA de laatste tijd dingetjes toevoegt aan het spel die het weer allemaal wat beter maken hè, met de content en met dan zo'n kleine update. Dus dat is positief. Dankjewel EA. En nu gaan we door met dan eventjes de pakketjes. En ik hoop eigenlijk, nu ik dan EA wat complimenten heb gegeven, dat zij maar nu wat geluk gunnen. Zou fijn zijn. Wij gaan eerst kijken naar de zomerhitte stemdag. Deze is eigenlijk super simpel dus. Ik liet het maar even kort zien. Maar let even op dat je dan toch weer niet te veel coins uitgeeft. Ik lever Olmo hierin en ja, als dat slim is, weet ik niet. Ik ga het zelf meemaken. Op zich is dit een SBC die ik denk ik wel zou proberen te doen. Want je krijgt toch een 86 plus speler eruit terug. Dus die gaan we meteen even openen. Ik ga hem meteen openen omdat ik graag wil weten welke speler het is. Want wat is dit? Oh, dit zijn spelers die ik heb oh ja. Ik was aan het klooien het, jongen. Maar ik snap er nog helemaal niks van. Ik was spelers aan het kopen. Ja, laat dit maar even zitten. Ik was spelers aan het kopen voor de SBC. En het glitcht allemaal een beetje. Toen kocht ik één kaart 4 keer. Nou, maakt niet uit. Ik hoop dus dat ik hier een goede speler uit krijg, want dan kan ik die inleveren dadelijk bij de 5 keren 88 pack. Ik ben benieuwd, we gaan weer hopelijk kleuren zien. Zijn het leuke kleurtjes? Het is, nou, het is wel een walkout. Was het iets bijzonders in Inform? Ik weet het niet, Spanje. Wat is het? Zou dit weer in... Oh, dit is... Was dat Parejo in vorm? Of wie... ja, 88 in vorm. Hey, prima, I'll take it. Want deze kunnen we uitstekend gebruiken dadelijk als ik die 88 pack ga vrijspelen. Dus hier ben ik blij mee. En goede kaart die weer uitstekende fodder is in een SBC'tje dadelijk. De 88 plus gegarandeerd begint weer met een gemengde selectie waarvan ik nog steeds niet begrijp waarom deze erin zit. De vorige keer vroeg ik nog van... Als jij begrijpt waarom dit erin zit, leg hem uit. Nou ja, niemand snapt het. Dus het zal wel gewoon heel onduidelijk zijn. Hier lever ik dus Ziyech in en Onana. Ziyech is wel tradable, had ik laatst gepackt. Onana is dan untradable, had ik ook gepackt natuurlijk. Ja, weet je, hier is weer een beetje dezelfde strategie van de richting ingaan van de 79's. Die dan nog een beetje op een respectabel prijsniveau liggen. Want je wil toch eigenlijk ja, een beetje om die 82's en zo heen werken. Want ja, weet je... 7k voor een 82, ja, als je dan een paar 82's moet kopen, dan tikt het bedrag alweer snel aan wat je dan uit moet geven. Dus ja, probeer dat te vermijden, zou ik zeggen. Vervolgens de 86 Reddit Squad. Hier moet je 60 chemistry halen. En in principe wat ik hierin lever, kan je een beetje bekend voorkomen in de zin van dat Neuer, Allison, Sterling en Busquets allemaal in mijn vorige video in die 88 plus pack zaten. En dus ook nog die Olmo die ik al eerder in dit filmpje had ingeleverd. Ja, Parejo komt erbij, die komt dan ook uit de pack van zojuist. En daarnaast, ja, een paar andere spelers die een beetje voor de chemistry nog zorgen. Maar weet je, we leveren het in. Ik hoop dat het een juiste keuze is. Maar ja, weet je, ook al is de keuze niet juist, dan is de gok wel leuk en daar gaan we voor. Dus de 88 plus gegarandeerd met vandaag een iets andere strategie dan de vorige keer. Want ik ga proberen iets meer spektakel te brengen, zeg maar. Want ik heb laatst heb ik nog een keer een video gemaakt met een icon pack. Die icon pack heb ik toen vanuit de club geopend. En dat was vrij spannend. Wat ik nu ga doen is ook zorgen voor net iets meer spanning door de pack te openen, maar weer niet te kijken. En dan wil ik, trouwens, José heeft best een waarde, dan wil ik achteraan gaan beginnen. En dan ga ik met L2 en R2 van de achterste speler langzaam naar speler 2, 3, 4 en 5. Ja, of dan 5, 4, 3, 2-1, wat je zelf wil. Maar ik hoop dat dat een beetje voor een extra spanning kan zorgen. Ik ga mijn ogen openen. In 5, 4, nu.
Piqué, dat is drama. Oh, weet je, die blauwe vlekken, zo irritant. Piqué is echt, nou goed, daar hebben we helemaal niks aan. Ja, het is een 88, maar ja, weet je, het zijn allemaal 88's. Piqué is speler nummer 5. Maar, en dit is dan zo vet, we hebben nog 4 spelers te gaan. En ik kan dus met L2 en R2 naar links en ook naar rechts, maar naar rechts hoeven we niet. We gaan naar links dus. Speler 2 is de goeie. Dat is weer drama, maar, we hebben nog 3 spelers te gaan. Kom op. We hebben nog steeds 2 spelers te gaan. We hebben nog steeds 1 speler. Oh, wat een... Oh, dan heb ik gevallen vallen. Wat een drama is dit, zeg. Wat... Oh, dan dik is zo leuk. Nou, dit kan toch niet, dit. Dit zijn echt de grootste fodderkaarten die je maar voor kunt stellen. Wauw, wat saai. Wat... Nee, denk ik van... Dan ga ik voor dat spektakel. Krijgen we Ilicic, Vertonghen, Chiellini, Cavani en Piqué. Doe normaal, gas. Wat slaat dit op? Het zou... Nee. Dit is... Het is ook niet een beetje een L, dit is echt een grote L. Dit is weer zo'n ouderwetse Wally Gaming video waarin je dan toch weer een anticlimax op het einde hebt zitten. Het waren weer een aantal spelers. Ze waren deze keer wat minder dan in de vorige video, maar je kunt niet altijd geluk hebben. Je kunt niet altijd 6 gooien, dat weet je. Dus, so be it. Voor nu zou ik zeggen, like hem even als je het ook nog leuk vond op de een of andere manier. Abonneer op mijn kanaal als je graag op de hoogte wil blijven van de laatste video's. En dan kun je ook op het belletje drukken. Laat mij in de reacties hier beneden even weten of jij... ook nu voor de tweede keer een 88 plus pakketje hebt geopend en wat er in jouw pack zat. In dit geval is het een hele prestatie als jouw pack nog slechter is dan die van mij, want dit was echt heel erg jammer. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jou de volgende keer alweer. Houden we.